Hoi, vandaag ga ik jullie laten zien wat ik bij me had op vakantie en wat ik daadwerkelijk daarvan heb gebruikt. Dit is ook vooral een filmpje voor mezelf, zodat ik volgende keer weet wat ik dus echt thuis moet laten en niet moet denken, oh misschien ga ik het toch gebruiken. Want nu, ik ben nu zeg maar 2 keer vlak achter elkaar weg geweest, ik weet nu precies wat ik wel en niet heb gebruikt. Ik heb altijd ongeveer 4 toilettasjes mee. Eentje daarvan gaat in mijn handbagage. Daar zitten wat kleine dingetjes in voor in het vliegtuig. Denk aan lipbalsem, crème, dat soort dingen. Daar begin ik wel even mee. Nou, deo heb ik gebruikt. En SPF 50 wordt gezegd, heb ik gebruikt, maar echt maar 1 keer pas toen ik het vliegtuig uitkwam. Dan heb ik altijd mondwater bij me. Omdat je niet echt je tanden kan poetsen of zo. En ik vind het toch wel lekker om even op te frissen. Reinigingsgel voor je handen, een mini body splash en een MAC tinted lip conditioner. Dan hebben we die van Givenchy, die hele mooie Hydra Sparkling Balm. En dan hebben we een kleine Clinique Dramatic Different Moisturizing Lotion. Dit is mijn go-to vliegtuigcreme. Dit heb ik allemaal gebruikt, maar voornamelijk in het vliegtuig. Eigenlijk alleen maar in het vliegtuig. Dus dit is mijn vliegtuigstash. Maar dat is oké, weet je. Dat is gewoon een klein tasje en alles is klein genoeg dat het vliegtuig mee in mag. Dan hebben we deze 3 losse etuis / make-up tassen. Nou, inmiddels alles al een beetje door elkaar. Dit is echt mijn make-up tasje. En dit is van alles door elkaar. Laat ik beginnen met zonnebrandcreme. Deze is zo goed als op. Die heb ik dus echt diehard elke dag gebruikt. Deze vooral omdat deze zo plat is, kan die lekker mee in mijn handtas. En ook deze, de Nivea Sun Protector and Bronze SPF 30, elke dag gebruikt. Dus dit is absoluut wat absoluut mee moet op vakantie, zonnebrand. Ik heb zelfs nog een 3e mee, die heb ik niet aangeraakt, maar liever te veel dan te weinig. Want het gebeurt mij heel vaak dat ik op vakantie maar eentje bij me heb, of 2, en ze gaan op. En dan moet je toch weer plaatselijk en dan is het vaak nog duurder, weet je, voor toeristen. Zonnebrand kopen, dus neem er altijd 2 à 3 mee. Dan elke dag gebruikt deodorant. Dan hebben we Date. Deze is zo goed als op. Die had ik uit Nederland meegenomen. Die heb ik gebruikt. En deze, die heb ik hier gekocht. Heb ik ook elke dag gebruikt. Omdat hier gewoon mega veel muggen zijn. Dus dit moet absoluut mee. Dan hebben we hier haar serum van Tom. Geen 1 keer aangeraakt. En dan heb ik Relaxing Legs. Dit heb ik altijd bij me. Deze is van Zarka. Oh, daar gaat mijn tasje. Nou, deze is van Zarka. En deze neem ik dan mee als ik hele lange wandelingen heb gemaakt. Dus om mijn benen lekker in te smeren. Voor nu was het niet echt nodig. Maar bijvoorbeeld in Hongkong heb ik hem elke dag gebruikt. Dus voor de zekerheid mag hij elke keer mee. Dan het 2e tasje. Mijn haarborstel. Elke dag gebruikt. Oeh, zonnebrandcreme voor het gezicht. SPF 50. Elke dag gebruikt. Haarspray van Chi 1 keer aangeraakt. Kom ik zo bij. Droog shampoo. Ook echt maar 1 keer aangeraakt. Terwijl je zou denken, weet je, dat het voor vakantie echt lekker is. Maar nee, ik kwam er niet aan toe. Body lotion van Dreams Unlimited Sun Fresh. Van de Body Shop met de geur. Nou, dat heb ik elke dag opgehad. Body lotion heb ik bijna elke dag opgesmeerd. Eigenlijk zodra ik wakker was en had gedoucht, smeerde ik me hiermee in. En dan ging ik ontbijten en zo. En daarna deed ik zonnebrandcreme op. Dus, maar ja, dit is mijn ding, hè. Dat heb ik vorige keer ook al verteld. Ik heb altijd dit een geur met een lotion bij me. En dan als ik thuis kom, doet dat me denken aan de vakantie. Nou, haarelastiekjes. Elke dag gebruik natuurlijk. Deze elke dag. De Embryo Lease Emulsion Hydra Matte. Het is een matterende dagcreme. Heel handig bij zo'n zweetvakantie. En ik doe trouwens altijd 's ochtends dan eerst dit op. En dan die eroverheen. Dan Une nachtcreme, niet gebruikt. Oei oei oei. Nou, ik weet niet waarom, maar ik douche dan 's avonds en dan deed ik nog een klein beetje van die op en dat was dan voldoende. Oogcreme van Sanssouci. Om de dag ongeveer gebruikt, niet elke dag. Dan een maskertje. Ik had er 2 bij me. Die andere die heb ik gebruikt en deze zit er nog in. En een nagelknipper voor de zekerheid. Niet gebruikt, maar je weet wel, soms komt het van pas. Dan mijn make-up tasje van Sephora. Heel leuk tasje overigens. Heel handig voor op reis. Ik heb in principe alles. Heb ik een basis. Van alles heb ik basisdingen bij me. Ik heb dus bijvoorbeeld 1 BB cream bij me. En 1 poeder. Ik heb 2 blusjes bij me. En dan als kwasten heb ik zeg maar alleen mijn poederkwasten en mijn blushkwast bij me.
En eigenlijk van alles één dingetje, zeg maar. Ik zal het even snel laten zien. Bronzer van MAC. Concealer die ik in Hongkong kocht. NYX oogschaduwbasis. HEMA wenkbrauwgel. Benefit High Beam. Vloeibare highlighter. De Berry M blush. Sensai bronzer slash highlighter. En had ik nog een blush. Make-up Store Lust. Oogpotlood van Maybelline. Mascara van Estée Lauder. Mijn Model Mirror spiegeltje. Wet n Wild wenkbrauwkit. Oh my god, ik heb pen geraakt trouwens. Wauw, op vakantie. NYX Nude on Nude Natural Look Kit. Wat hebben we nog meer? Wenkbrauwborsteltje. Wimperborsteltje. Dan hebben we Rimmel vloeibare eyeliner. Oogschaduwkwastje. Twee nude lipsticks. Eentje van... Hoe heet het merk? Het is er nu al af. Nou, die kocht ik in Hongkong. Dan eentje van NYX. Een gekleurde lipstick van Pupa. En tenslotte nog een nude lipstick van Catrice. En een blending brush. Dat is alles. Oh, daar zitten nog twee losse dingetjes in. En eigenlijk heb ik dit allemaal... Ik denk 3 keer gebruikt. En dan... Oh man. Het waait echt heel hard op dit eiland. En ja, wat zat ik te vertellen? Oh ja, ik heb alles zeg maar... Ik denk 3 keer echt een full-on face gedaan met alles erop en eraan. Verder heb ik nog een paar keer los dat ik mijn wenkbrauwen heb gedaan. Met een beetje blush en een beetje iets op mijn lippen. Maar wat ik wel echt het meest heb gebruikt bijna elke dag is de BB cream. Het is net niet een foundation zeg maar. Maar wel... Oh, wel een beetje dekkend verzorgen met SPF erin. En dat mijn huid toch wat egaler is. Maar de laatste dagen ook niet meer. Ten slotte heb ik nog papillotten mee. Daar heb ik dus 2 pogingen mee gedaan om mijn haar te krullen. Maar dat zakte uit door de warmte. Vandaar dus ook die haarspray maar 2 keer. En ik heb doekjes tegen cellulitis meegenomen. En heb ik 1 keer aangeraakt of zo. Maar ik had ze in Hongkong wel elke dag gebruikt. Dus weet je, het hangt er een beetje ook af van hoe druk je het hebt. En hoeveel zin je hebt om iets te gebruiken. Maar ja, dit is het. Eigenlijk heb ik het grootste deel wel gebruikt. Ik had alleen 1 zonnebrand te veel. Haarserum heb ik niet aangeraakt. Die leg gel heb ik op deze warme vakantie niet aangeraakt. Maar wel in mijn wat drukkere doe-vakantie. En dat was het. Oh, ik was nog een klein deel vergeten. Namelijk de Clinique Liquid Facial Soap Mild. Die heb ik elke dag gebruikt om mijn make-up eraf te halen. En gewoon mijn gezicht reinigen. Ook op de dagen dat ik geen make-up droeg. Dan heb ik de Body Shop Coconut Shower Cream mee gehad. Er zit echt nog 1 druppel in. Die ga ik zo gebruiken vlak voor ik ga douchen voordat ik het vliegtuig instap. Dan heb ik Bio Silk Shampoo en Conditioner bij me. Die heb ik ook gewoon gebruikt. En natuurlijk tandpasta ook gewoon gebruikt. Bonus micro opgemaakt filmpje. Deze is straks op. De Coconut Shower Gel van de Body Shop. De Bronze Goddess Sunscreen SPF 30 van Estée Lauder straks op. En nogmaals de pen. Die liet ik ook altijd zien in opgemaakt filmpjes. In de middelste dus, mocht je het niet zien. Hij is wel echt heel goor deze hoor. Maar het is mijn favoriet. Het is van Wet n Wild wenkbrauwpoeder. Hij is echt heel goor.